Igor, nu zaterdag treffen we Zulte Waregem, je ex-club. Met welk gevoel trek je naar daar? Ja, ik heb er 6 maanden gespeeld. Heel veel bijgeleerd. Ja, niet zoveel gespeeld zoals ik had gehoopt. Maar ja, het wordt een goed gevoel om daar terug te keren. Ja. Wat is voor jou het verschil tussen STVV en Zulte Waregem? Ja, het verschil zit hem in vooral ervaring. Als je ziet wat er allemaal rondloopt in Zulte Waregem, ja, dat is kwaliteit, ervaring en ja, volwassenheid. Ze kunnen een wedstrijd dooddoen of ja, scoren op belangrijke momenten of ja, volwassen wedstrijden spelen. Maar het lijkt alsof je hier bij ons iets beter tot je recht komt. Ja, ja. Iedere ploeg heeft zijn systeem en daar was het een ander systeem. En ja, okay, het klopt dat mijn systeem, het systeem hier mee beter ligt. Vooral dan ook ja, met 2 spitsen spelen, dat speel ik ook liever. Ja. En hoe gaat het weerzien zijn met coach Frankie Durie? Ik hoop goed. Na de match bedoel ik dan dat ik hoop dat ik een noodgevoel kan overhouden. Dus hopelijk kunnen we daar iets rapen. Ja. Voor de rest ben ik blij om iedereen terug te zien.